Slecht verpesten voor de goede. Ja. Alleen als wij er vooraan staan inderdaad, weet je wel, en vanuit het niks komen er soort charges. Ja, en dat is een aantal keer gebeurd. En je ziet bijvoorbeeld, weet je wel, een bus van ME opengaan, dan komen arrestatieteam uit te sleuren, lijkt willekeurig mensen eruit en dat meerdere malen. En op een gegeven moment, ik kom daar niet veel voor tegen jullie te strijden, ik kom voor mijn mening te uiten. Maar ik moet wel zeggen, ik woon in Spijkenisse en als Spijkenisse ging, ik zie een busje dat ik inderdaad naar Museumplein bijna dacht, oh shoot. Omdat je toch met elkaar gaat associëren en dan is het nu super fijn natuurlijk jullie gewoon een mooie dialoog hebben, weet je wel. En dat jullie ons helpen. En dingen. Ja, vind ik echt. Ik kan een beetje een soort trauma een klein beetje afsluiten, weet je wel. Want wij zijn zeker niet uit op geweld, inderdaad. En ja, echt fijn. Nou ja, weet je, op een gegeven moment, eerst dacht ik heel kleinschalig, handjevol mensen. En op een gegeven moment dat het wat meer gedeeld werd. En ik wist dat er wat kinderen mee zouden gaan. Dus ik had zoiets van, dan ga ik het wel. Ja, maar dat is prima. Improviseren is altijd goed. Als je met alle partijen communiceert, ik heb vanmiddag nog een melding geplaatst om afstand te houden. Dus het kan zijn dat Dan zijn er natuurlijk ook mensen die dan weer afhaken. Dat kan. Maar goed, het is allemaal prima verlopen. Ja, vond het leuk. Nou, voor de eerste keer. Ja, nou ja, dan weet je ook hoe dat gaat. Ja, nou ja, eentje voor de eerste keer. Zo is het.